Alex, zes dagen trainingskamp plus de resten er zitten erop. Zware week. Ja, hele pittige week. Goed getraind met z'n allen. Um, wederom dingen in kunnen slijpen. Uh, groepsdynamiek verbeteren. Weet je. Dat zijn mooie speerpunten die je zo'n week goed kan aanhalen en kunt uh, verbeteren. Dus uh, al met al, uh, ondanks de resultaten, uh, zeer tevreden met uh, de trainingskamp. Heb je nog zaken waarvan je zegt, ja, dat zijn punten die we waar we echt aan gewerkt hebben richting de competitie? Nou, met, name, met name in de organisatie bij balbezit tegenstander. Uh, daar hebben we heel veel aan gewerkt. Dat staat ook veel compacter, het staat, de linies staan korter op elkaar. Uh, we doen het veel, uh, ja, heel goed uh, als blok, als, als echt uh, blok. Hè, kantelen naar de, naar de kant van de bal. Uh, en en het, gaat, het gaat echt heel goed. Dus uh, we geven gewoon heel weinig weg. Heel weinig gevaarlijke momenten. Vandaag, oké, okay, uh, vermoeidheid speelt misschien ook een rolletje. Maar goed. Um, al met al. Uh, ja, ook in balbezit. Natuurlijk dingen waar we aan hebben gewerkt. Uh, dat, moet al, dat gaan we nu nog fine-tunen de komende weken. Um, dus uh, ja, we kunnen gewoon um, de positieve dingen weer meenemen. Wat me ook opviel, met name in de eerste 15 minuten van de eerste helft: heel hoog tempo, nu is het heel goed druk. Daarna nam Deinje het een beetje over. Hetzelfde scenario, een beetje richting de tweede helft, maar toen aan het einde. Wat dat betreft. Conditioneel ziet het er waarschijnlijk goed uit? Ja, ook dat. Dus uh, dat, dat vinden wij zelf ook. Het is mooi om. Uh, te, afgelopen week hebben we heel hard gewerkt, ook conditioneel wat u zegt. Um, daar plukken we nu de vruchten ook van. We, we kijken beelden terug van allebei de wedstrijden. Afgelopen week die wedstrijd, dan zie je dat uh, ook in de beelden terugkijkend. De positieve dingen die daar dus bij komen kijken. Het compact staan, het druk zetten, hoog, laag, midden. Dat komt allemaal aan bod. En dat is gewoon heel mooi om te zien dat het dus de dingen waaraan je werkt ook terugziet in de wedstrijd. En, en dat is gewoon mooi. En net wat u zegt, begin beginnen hoge intensiteit. Daarna kiezen we weer even voor wat terugzakken. Tweede helft weer wat meer. En dan hoop je inderdaad, natuurlijk als we nog een stapje verder zijn, dat er veel meer kansen uitkomen dan, dan vandaag. Maar goed, zoals ik zeg, het is voornamelijk positief. Dat je kan terugkijken op, uh, op dingen die heel goed gaan. Wat ook wel eens lekker is, dat jullie uh, scoren uit een corner. Spelervatting. Ja, dat is ook weer eens lekker natuurlijk. We missen wat, uh, nog wat lengte natuurlijk. Maar Matteo, uh, kijk, we weten dat Derel ze gewoon fantastisch weg kan leggen. En uh, dat, uh, dat heeft hij de afgelopen wedstrijden ook gedaan. Alleen, uh, nu zat Matteo er een keer uh, op het einde bij, bij de tweede paal. Ja, dat is ook gewoon lekker om daar je goalshot mee te pikken. Het is zonde hoe we weer een goal ja, precies. Uh, Het is nou geen standaard situatie, maar in principe mag dat natuurlijk ook niet gebeuren. Uh, dus het zijn allemaal wel voorkombare goals die we, die we tegen hebben gekregen. En goed, uh, ja, weet je, de, we hebben nog twee weken om de puntjes op de i te zetten daarin. Maar goed, uh, het, ziet er, het ziet er heel uh, positief uit. Had de trainer van tevoren van de week gezegd: van de basis die aanstaande zaterdag gaat spelen. Dus vandaag, dat is minder of meer ook de basis waar de komt iets mee in de uh, horen te gaan. Deel jullie mening? Uh, dat weet ik niet of dat zo is gezegd. Uh, u zegt het net. Maar um, ik denk dat, dat, uh, dat we dat pas echt zien volgende week, als ik heel eerlijk ben. Uh, we spelen natuurlijk volgende week uh, nog een laatste. Uh, Testmatch tegen. Volgens mij was het jong AZ. En, en, en het lijkt me normaal gesproken dat daar natuurlijk. een team staat. wat er tegen Venlo gaat staan. Dus, maar al met al. De, grotendeels inderdaad. de kern zal vandaag hebben gespeeld. Maar goed, er kan ook nog een jongens bijkomen. Jongens moeten nog ingepast worden. Dus er kan nog van alles veranderen. Ja, als het even mee zit, komt er een centrumswitch. Het verhaal gaat de ronde. Moet uiteraard altijd nog werkelijkheid worden. Maar die kan je natuurlijk wel gebruiken. Zeker gezien het feit dat nu Pascal liep positie in moet vullen en dat doet nu natuurlijk heel anders dan Henk Veerman bijvoorbeeld vorig jaar. Nee, dat is ook zo. Ik moet wel zeggen dat hij het echt uitstekend doet. Hè. Uh, ook niet uh, heel veel gespeeld de laatste tijd, dus die moet ook, uh, die moet ook in het ritme komen. Hè. Uh, maar ik vind het knap hoor, hoe hij werkt en hoe hij sleurt. Uh, dus uh, ja, weet je, ik heb toch een beetje een bliksemafleider nodig daarin. En dan uh, kan ik nog meer mijn vruchten daarvan plukken. En uh, ja, mogen we dat op dit moment ook vanaf verwachten? Weet ik niet. Maar hij doet in ieder geval uh, hij doet hartstikke best, zijn best. En uh, ik vind het alleen maar mooi om te zien de jonge jongens, ook Ronnie op linksback. Uh, ook heel goed. Dus, uh... Tot slot. Ja. Aanvoeren is bekend en de reserve aanvoerder is bekend. Als ik goed heb gekeken: uh... Koersat en Alex. Er is nog niks in die zin officieel bekend. Dus uh, ik verwacht uh, dat daar uh, de aankomende week meer duidelijkheid over komt. goed, de wissel in de 60ste minuut van Vinde Bruin, uit Koers zat erin en die gelijk de bandserve van jou kreeg, dat geeft ook wel iets aan, denk ik. Ja, maar dat is natuurlijk ook uh, uit respect. Ik bedoel, Koers zat is natuurlijk uh, afgelopen jaar en, en gewoon onze eerste aanvoerder. Dus, uh, dus dat is, lijkt me normaal als die erin komt en die bank krijgt. Dus uh, inderdaad, uh, zoals u het schetst, lijkt het me. Maar goed, we zullen we we het zien. een week horen, ja, precies. Darje, zes dagen trainingskamp in Zeeland zit erop met twee wedstrijden. Hoe kijk je terug op deze week? Zeer tevreden. Ik kan alleen maar complimenteer zijn naar de jongens die eigenlijk uh, fantastische werk hebben geleverd uh, elke dag. En ook uh, hoeveel in de trainingen, zoveel ook in de wedstrijden. Daarnaast, uh, alle agendapunten die we hadden, uh, hebben we aangevinkt. En uh, ja, twee mooie wedstrijden ook gespeeld tegen twee. Ja, uh, uh, Hooggeschreven kandidaat om te promoveren Zulte Waregem en Deintze uh, naar de Premier League in, in België. Dus kortom, met deze kleine gezelschap hebben we wel, denk ik, maximale draait gehad. Je zegt net van we hebben agendapunten afgevind. Kun je daar twee voorbeelden van geven? Twee voorbeelden van geven? Ja, we hebben gewoon een, uh, uh, aan de teamtactische plaatje die we willen gewoon werken, hebben we gewoon gewerkt. Dus, uh, daar zag je gewoon in de beide wedstrijden dat het team uh, heel goed stond. Dat het wel uh, een uh, ja, echte sprake was van een teamprestatie. Waar elke speler voor elke meter uh, ging vechten in beide wedstrijden. Van de eerste minuut tot het laatste minuut dat ze op het veld hebben gestaan. Ja, en ook uh, gesprekken bijvoorbeeld die we hebben gewoon ge gepland met verschillende se segmenten binnen de staf. Uh, hebben we assistent met uh, met medische staf individuele gesprekken met spelers uh, richting uh, toekomst uh, wat van hun verwacht wordt dus uh, ja en veel veel meer natuurlijk hebben we allemaal aangevinkt nou, begreep ik uit je woorden van de week voor de camera dat uh, deze wedstrijd eigenlijk bedoeld was om een aanzet te geven richting de competitie over twee weken qua basis is dat plaatje ook uitgekomen in jouw optiek nou op, uh, op het uh, als je kijkt op wat we op dit moment qua selectie hebben, ja, dan is dat 100% uitgekomen. En, uh, Daniel Granlik hadden we vandaag ook willen opstellen. Maar hij is gisteren uh, in de training weer uh, yeah, uit, uitgevallen door, ja, door een of andere uh, uh, blessure. En, uh, ja, wat wa dat betreft is het tot nu toe geen gelukkig huwelijk tussen Daniel en Adamaar. Nee, maar dat is, uh, dat is ook zo, want hij heeft veel te weinig gespeeld, ja. toch? En, uh, dus dat, dat vind ik ontzettend jammer, en, maar de dus, die jongens die we hebben, die, die, ja, die hebben gewoon uitstekend gedaan. Wat me wel opviel in deze wedstrijd, jullie begonnen heel goed, eerste kwartier hoog tempo, tweede helft, de laatste kwartier ook het geval. Wat dat betreft, conditioneel ziet het er best goed uit. Ja, dat is ook iets, een, een vakje dat we hebben aangevinkt. Uh, uh, het is een zware overload geweest op, uh, op, het, uh, op het jongens. Uh, alle eerste drie vier weken waar ze tot nu toe hebben getraind, vooral nu ook op het trainingskamp. Je hebt gewoon ook kunnen zien in de eerste wedstrijd tegen Zulte Waregem dat ze werkelijk ook echt met zware benen op het veld hebben gestaan. Dat ging ook heel veel mis. Nou, dit, deze wedstrijd hebben we jongens wel een beetje opgefrist. Hebben we wel intensiteit en lood wat omlaag gebracht, zodat we wel vandaag toch aanknopingspunten konden zoeken. Uh, 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 richting de laatste wedstrijd die we hebben volgende week. Oefenwedstrijd. Dus uh, al met al, uh, dat zag goed uit. Wat me ook opviel, er waren natuurlijk een hoop jonge jongens mee. Wat dat betreft, heeft een aantal spelers ook extra speelmoedig gemaakt, zoals een pijn en een douche. Hoe kijk je terug op hun inbreng? Ja, ze zij zijn onderdeel van het team geweest. Dus als ik zeg ook dat het team goed heeft gedaan, dan bedoel ik ook aan hun. Dus dat kan ik ook compliment geven aan de jeugdopleiding uh, van ADO Den Haag. Hoe ze gewoon de jongens ook ja, tot het niveau hebben gebracht waar ze nu staan. Uh, ze hebben zich heel professioneel gedragen, gewoon elke dag. Uh, een voorbeeld geweest voor een, uh, voor een uh, dragen van het ADO Siert uh, buiten, buiten Den Haag. En representatief ook in de wedstrijden. Dus. Uh, ik denk dat het ook voor hun een, een mooi moment is geweest om, uh, ja, om even bij te leren hoe het gaat bij de eerste helfttaal. Wat van hun ook werd verwacht in de toekomst. En ik heb zoals je zei, een aantal jongens ook vaak gebruikt. En ja, sommigen hebben zich in de kijk gespeeld. Zijn er, wie zegt in de kijk gespeeld, zijn er ook jongens bij je naast Finder Bruin, wat al bekend was dat hij definitief bij de eerste selectie komt. Ook bijvoorbeeld een pijn in de douche waarvan je zegt, van, nou, die wil ik er toch graag gedurende het komende seizoen bij hebben. Nou, zeker op korte termijn willen we bijhouden, want uh, het hangt nog vanaf wat het, uh, ja, wat het komt. Uh, we wij wij weten zeker dat er gewoon wel een aantal spelers komen, dat is duidelijk. En, uh, het is tot slot nog maar één speler gekomen in het transferwindow. Dus zij, hebben, uh, uh, zij krijgen verlenging van hun tijd, dat hebben ze gewoon zelf afgedwongen. En ook, uh, naast dat we gewoon ook uh, nog steeds geen versterk, gewenste versterkingen hebben die we, die we voor de oog hebben. En daar in die periode kunnen ze zichzelf gewoon in een, verder in de kijk spelen om aan te kloppen bij de deur van de Eerstelftal. En zoals ik zei, alle kansen krijgen ze van mij daarvoor. We gaan natuurlijk wat aan namen de ronde, zoals een Lier Bonus, die dan de opvolger zou moeten worden voor Henk Veerman. Ik heb ook de naam voorbij zien komen van... Uh... Dat is man Bayram, die nu in Turkije speelt. Kun je daar iets naders over zeggen? Daar is een man, denk ik, ik heb hem net hier gezien. Joris. Mathijs. Voor de TGM? Ja, Joris Matthijssen, die, die je daarover kan spreken. En uh, ja, eigenlijk over de transfer en... Kan ik volgende zeggen? Alles wat ik zeg, ga ik mezelf herhalen. En daar zitten jullie niet op te wachten. En dat bewijs ik toch even als het over het transferbeleid gaat naar Joris Matthijs. Laat ik het anders vragen. Verwacht jij de komende week richting de oefenwedstrijd tegen Jongezet ja. nog extra ja. mensen erbij? Ja. En een aantal? Ja, in de eerder interview had je over vijf, zes verstrijdingen. Nee, jij, jij zegt gewoon ja, of ik verwacht. dat zeg ik ja, zonder dat je microfoon voor mijn mond uh, uh, zet. Uh, luidig uh, ja, dus uh, ik denk dat ik daarmee ook genoeg heb gezegd. Tot slot, wat me ook opviel, maar goed, misschien is dat helemaal niet opvallend. Vinde Bruin werd aan een uur gewisseld. Koersat, die kwam erin, kreeg gelijk de aanvoerderband om zijn arm verschoven van uh, Alex Schalk. Als je dan de conclusie trek. Koersat aanvoerder en Alex Scholik de reserve aanvoerder. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik uh, dat is wel een voorbarige conclusie van jou. Want uh, wij gaan daarover ook uh, met de spelers zitten. En uh, uiteindelijk ook gezamenlijk uh, uh, een, een aanvoerder uh, kiezen voor volgende seizoen. De groep is veranderd. Dynamiek is ook veranderd binnen de elftal. Vijftien spelers zijn tenslotte ook weggegaan. En. Uh, ja en uh, vorig jaar zijn ook een hoop dingen ja aantal dingen laten we zo zeggen uh, uh, niet gegaan zoals wij ook hebben gewenst en dat hebben we allemaal blootgelegd en dat gaan we gewoon zoals altijd met de spelers gezamenlijk bespreken bedankt Dankjewel.